Hoe gaat het met de verkoop van de knakworst? Nou goed hoor, maar ik ben net bezig met verkopen van de knakworsten. Maar je hebt nog niet zoveel klandizie omdat het nog behoorlijk vroeg is. Ja, wat is het zo vroeg? Of zo vroeg denk ik dat tussen de middag even iets gaan eten. En dan komen meer klanten knakworst verkopen. Als het een beetje tussen de middag mensen willen gaan eten, dan moeten ze bij jou terecht. Ja. De kinderrommelmarkt. Waarom in de laatste week van de vakantie? De laatste week van de vakantie doen we extra, omdat dan alle mensen vaak terug zijn van vakantie. Ze hebben dingetjes opgeruimd en willen toch wel graag nog hier komen om dingen te verkopen. En als ik zo om me heen kijk, dan heb je wel een contract gesloten met Piet Paulusma. Ja, eigenlijk wel, hè. Het is prachtig weer, het is ons gegund. Nou, en niet alleen ons, natuurlijk ook de bezoekers. Hoe komen de mensen die wat verkopen willen nou met jullie in contact? Nou, we hebben een hele mooie Facebook-site. Stadsboerderij Beeklust @detwentsezorgcentra.nl. Daar kunnen mensen ons volgen en daar zetten we vaak informatie op. Ook gaan we flyeren door de buurt in of we gaan bij supermarkten wat op. En ook wel eens in de krant zetten we advertenties om mensen te activeren om hier te komen. En als je dan zo om je heen kijkt, ben je dan tevreden over de opkomst? Nou, ik wel. En als ik de reacties van de mensen hoor ook en de werknemers zelf ook, zijn ook tevreden. Dus toppie. Victor, ben jij er druk mee om alles op te zetten en alles te organiseren? Ja. Klopt, hè? Kan je daar iets over vertellen? Wat doe jij vandaag? Waar ben jij? Het is in de winkel, of niet? Winkel, ja. Hij doet de verkoop in de winkel. Ja. En dat betekent dat je dus heel druk bent? Ja, klopt. Het is gezellig om te doen, of niet? Ja, gezellig, ja. Ja, het is heel gezellig. Ja. Er is veel te doen natuurlijk het hele jaar door op de kinderboerderij. Ja, dat klopt. We hebben dit als vaste activiteit in ons programma opgenomen. We hebben straks met Dierendag, de woensdag voor Dierendag, hebben we een dierendagmarkt. Dat is ook erg gezellig altijd. We hebben de kerstmarkt, de eerste week van december. En we hebben de paasmarkt. Dat zijn 4 activiteiten die we hier organiseren voor de mensen van Almelo of en omstreken. Maar ook voor ons als werknemers vinden we het heel erg gezellig om zo'n dergelijke markt te organiseren. En producten te maken en ja. En hoe gaat het met de verkoop? Goed. Ja, hebben jullie al veel verkocht? Ja, maar ook niet zoveel. Een stuk of 3 of zo. Ja. Maar jullie zitten hier nog tot? 2 uur. Dus dat betekent dat je nog heel veel kunt gaan verkopen. En Bert, wat vind jij van al die verkoop hier en van al die mensen die hier langs komen lopen? Ja, leuk. Kun je geld verdienen en zo. En wat ga je met het geld doen? Dingen kopen. Hij gaat een Nintendo Switch kopen. Wat ga je kopen? Nintendo Switch. En jij? Ik heb geen idee. Jij doet het voorlopig even in de spaarpot? Ja.